Als horen. Twee interlands, waar je toch één keer scoren, wat ze vanavond absoluut niet gelukt is. En tweemaal landskampioen, de twee seizoenen bij Ajax. Daarna een succesvolle trainerscarrière, vanaf 2003 start bij VVV Bernekom in de zaterdag hoofdklasse B. Daarna van 2004 tot 2007 hoofdjeugdopleidingen bij Ajax. En seizoen 2007 tot en met 2010 AGO VV Apeldoorn in de eerste divisie. 2010-2011 ADO Den Haag Eredivisie als coach. En tot heden bij Vitesse, weer terug bij de start. Ik denk, welkom John, in ieder geval mag ik een applaus voor deze statendienst. Nou John, makkelijk hè, Google. Hè? Ja, nou het lijkt er wel op hè. Moet ergens bieren hè. Mooie lijst, ja. Je best wel trots op eigenlijk. Ik denk dat je er zeker trots op mag zijn, een fantastische ben ik, lijst. Ben ik zeker, ja. Vandaar waar ik mee begon, ik heb het op de tier gezet en zonder die lijst zou ik het ook niet op de schijf hebben kunnen zetten. Terugblik op deze wedstrijd. Je kwam net binnen. Je kwam net binnen, je was heel kort en heel duidelijk. Doe deze? Ja. Oh, het is zo makkelijk als je zo'n wedstrijd moet analyseren. Ik kwam binnen en ik had het koud. Nog steeds. En ik zei, wat een scheidwedstrijd. Sorry dames. Mannen onder elkaar, dan zeg je dat soort dingen vrij snel, maar... Zacht uitgedrukt. Oké, gelukkig. Dan hebben we in ieder geval... we hebben niks gezien vanavond. Van jammer, omdat... Normaal gesproken moet ik eerlijk zeggen, Nederland zelf al toch altijd wel het publiek probeert te vermaken. Daar heb ik er vandaag weinig van gezien. Jammer met name voor toch een bijna uitverkochte arena. Die mensen gaan teleurgesteld naar huis. Je merkt ook op het eind van de wedstrijd de fluitconcerten die gaan ontstaan. Nou, al dat soort aspecten, dan blijkt gewoon dat we een hele saaie wedstrijd hebben gezien. Aan de andere kant, als je dan toch, als trainer zit je dan toch een beetje te kijken van wat is dit voor een wedstrijd, moet ik wel de Zwitsers een compliment maken. Die een hele jonge ploeg hebben. Die zijn niet voor niets kampioen geworden met onder 21, wereldkampioen. Ik begreep dat hier heel veel jongens uit dat elftal vanavond speelden. Nou, die hebben dat prima gedaan. Maar Nederland heeft het heeft absoluut niet goed gedaan. Ze hebben, ik zou bijna zeggen, ongeïnspireerd gespeeld. Veel te gemakkelijk, weinig creativiteit, weinig kansen benut, of gekregen. Dus zeker niet benut, en dat blijkt ook uit de uitslag. 0-0, dus dat was weinig, helaas, zeg ik erbij, dat er weinig te genieten was. Hè. Het feit dat je nogmaals al heel snel klaar bent met een wedstrijdanalyse als deze, dat zegt denk ik genoeg. Met name ook vervelend voor jullie, want als je hier naartoe gaat, en ik heb ook een tijd in de file gestaan om hier te komen en dan krijg je zo'n wedstrijd, dat is jammer. Helaas, zeg ik erbij. Nou ja, als we dan toch terugkijken, ik denk dat we nog redelijk wat kansen gehad hebben, Nederland zelf al. Andere kant sowieso, ook redelijk wat kansen gehad, maar de afwerking was in mijn ogen bijzonder slecht. Heeft dat te maken met een oefeninterland waar men van denkt van ja... Het lijkt, kijk... Ik ben zelf trainer bij Vitesse, heb je net gezegd. Ik mis ook 12 jongens die weg zijn met interlandverplichtingen. Voornamelijk vriendschappelijke interlands. En aan de andere kant denk je, zeker als je dit soort wedstrijden als vanavond ook weer ziet, wat is het nut nog als van een vriendschappelijke wedstrijd? Gelukkig zeg ik erbij, speelt Nederland dinsdag tegen Duitsland. Ja, dan gaat het niet vriendschappelijk, dat kan ik je wel verzekeren. Dus dan zul je ook zeker een ander Nederlands elftal zien dan vanavond. Maar het is jammer en je wordt weer bevestigd in de vriendschappelijke wedstrijden, met name de vriendschappelijke interland, dat die hier op het algemeen niet om over naar huis zouden zijn. Ja. Zeker niet ook nog als de bondscoach toch niet zijn sterkste elftal het veld instuurt. Wat aanpassingen gedaan, misschien wat jongens rust willen geven naar aanstaande dinsdag toe, omdat iedereen toch wel in een heel zwaar programma zit met de club natuurlijk. Je hebt rekening te houden met de wensen van de trainers van de club. Clubs. En uiteindelijk dan zie je dat vanavond
Ja, eigenlijk niks was. Alles duidelijk. Vriendschappelijk voetbal. Ongeïnspireerd, niet benutten van de kansen natuurlijk. Kijk, Van Persie is natuurlijk een geweldige speler die zo'n bal mist. Ja, dat zegt denk ik genoeg over de kwaliteit van vanavond en ook niet meer dan ik. Ik wilde eigenlijk vragen en ik wil wat een toestemming voor vragen aan je. Of de mensen vragen kunnen stellen. Ja, graag. Dus, Sjoerd. Wie? Kom op. John, hoe is het, man? Ja, wat moet je in godsnaam vragen joh, met zo'n wedstrijd? Dus, Nou, goede vraag. Wie? Ja, precies. Ik denk ook, de manier van spelen is toch iets anders. Hè? Arsenal spelen ze met twee spitsen, waarvan hij eentje van de twee is. En in het Nederlands elftal, de enige plek waar hij kan spelen is denk ik wat hij vanavond heeft gedaan. Maar hij heeft heel weinig aanvoer van de zijkanten gehad. Uit hele matige wedstrijd gespeeld. En een bruikbare voorzet of bal gegeven vanaf de zijkant. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Babel. En de aansluiting vanuit het middenveld naar hem was er ook niet. Dus de afstand onderling was te groot. Je zag ook zijn frustratie. Hè? Zijn lichaamstaal, dat zegt altijd al heel veel bij Van Persie. Maar dat was vanavond ook weer duidelijk te merken. Ja, het is jammer dat hij het nog niet laat zien in oranje. Terwijl hij bij Arsenal geweldig doet. Voor zo'n goede speler. Goeie van Boularus. Goeie benen, maar hij kan geen bal voorzetten. Nee, nou ja. Zoals je weet, ik heb precies hetzelfde gezegd op de tribune. En die heeft inderdaad niet één voorzet gegeven. Hij heeft alles tegen zijn tegenstander aangeschoten. Alles. Dus één keer met het voetje om de bal heen, zeg maar. Dat was vanavond eigenlijk. Zijn momentje. Zijn momentje. Sorry? Nee, want anders was je hem kwijt. Dus, maar ik heb geen bal. Je merkt dan dat spelers ook denken van nou laten we maar niet aan Boularus geven, want dan zijn we hem ook kwijt. Maar verdedigend doet hij het wel goed. Dus je moet ook iedereen zijn kwaliteit erkennen en op die manier gebruiken. Wie? Ja, als je ziet dat het wat minder loopt in de wedstrijd, wat zou je dan als coach kunnen doen? Wat zou jij bijvoorbeeld doen als coach? Ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk om... ik zeg niet dat het instelling was, want ik kan me niet voorstellen dat die gasten hier naartoe komen. Die zijn de hele week al bij elkaar, die trainen. Het is toch wat ik zeg, een vol stadion. Ja, dan wil je er gewoon een lekkere wedstrijd van maken. Maar op het moment dat je tijdens de wedstrijd het idee, het is vriendschappelijk, hè, nogmaals, hè, van nou, het zit er vanavond niet in. Dan zou ik misschien als speler ook wel gedacht hebben van nou ja, vandaag dan maar even niet. En dan gaan we morgen weer verder naar de volgende. En dan heb je, even om het heel plat gezegd te zeggen, ja, scheid aan het publiek wat op dat moment op de tribune zit. En dat is wel jammer. Ja, en als trainer ben je dan ook vrij machteloos hoor. Je kunt, van Marwijk heb je ook heel weinig zien doen. Ja. Af en toe stond hij dan een keer op om nog iets te proberen te corrigeren. Je kan wat doen met wissels. Maar ook daar heeft hij niet echt in mijn ogen. Hij wisselde van de vaart omdat hij geblesseerd was. En op het laatst dan bracht hij nog Luc de Jong in. Maar vrij laat in de wedstrijd. En dan denk ik dat je als trainer ook zoiets hebt van nou, deze wedstrijd is gespeeld en we gaan weer op naar de volgende. Dus dat ben je een beetje machteloos als coach. Toen was het stil. Uiteindelijk, het zijn wel allemaal profs, die krijgen gewoon miljoenen per jaar betaald. Ja. En ook al is het een vriendschappelijk wedstrijdje. Ja, ja ze maar, moeten. Ja, ja. Hoe motiveer je die jongens dan in die kleedkamer bijvoorbeeld, net voor de wedstrijd op taal? Ja, dat zeg ik. Je komt hier wel naartoe met het idee van, we willen er toch een leuke wedstrijd van maken. Je speelt thuis voor je, ja, toch een volle bak. Het lukte niet en ja, dan zie je ook dat het spel, met name het flitsende, het creatieve, ook van Sneijder heb je heel weinig gezien vanavond. Het was ook een beetje geïrriteerd en dan krijg je onderlinge irritatie naar elkaar toe. Maar dat is heel logisch hoor, want als het niet loopt, als het allemaal wel goed gaat, dan is iedereen, die gaat daarin mee. Maar juist als het minder gaat, dan zie je dat ze dan toch even niet thuis spelen. En heel, heel in het achterhoofd denk ik ook met de gedachte bij andere dingen zijn.
Arjen Babel, wat vond je daarvan? Ja, Ryan had één goede actie in de eerste helft. Die, Nee, dat vond ik echt een mooie actie van hem. Dat hij goed weggestoken werd. Volgens mij door Pesci, volgens mij, die binnen doorstak, die bal. Hij kapt hem goed af en hij schoot op goal. Het was jammer dat die bal er niet in ging. Maar ja, ook Ryan, net hetzelfde als met Dirk Kuyt. Dat is niet een speler die, die buitenom gaat en een fantastische voorzet met zijn linkerbeen heeft op de opkomende spits. En, ja, dan heb je speelt eigenlijk met twee jongens die aan de zijkant spelen, wat eigenlijk geen buitenspelers zijn. En dan krijg je zo'n wedstrijd als dit. Dus ik vond het niet een vrij logische keuze om op deze manier te spelen. Maar dat zal die ongetwijfeld zijn. Maar... ja, hoe zeg je dat? Er zijn reden voor hebben. Het is wel lekker dat je altijd vrij uit kan praten. Je zit er niet met YouTube en zo, hè? Nee. Vannacht om 2 uur. Vannacht om 1 uur of 2, dan. Jij zit alleen maar te filmen, ja. Je moet wel doorpraten, want ik mag maar 20 minuten op YouTube zetten. Dan, Wie nog? Ja. Vond je het leuk? Ja. Ja? Nou, is toch nog iemand die het leuk vindt? Niemand? Heeft iemand de uitslag goed? Oh. Heeft iemand dat is, we hebben toen de pool. Nou, ik heb de pool. Geen winnaar? Ik heb de pool. Er was niemand die de eindstand goed had. Ah, ik zat er het dichtst bij, 6-0. Ja, wie was er het dichtst bij? 6-0. Dat was ik. Was jij dat? Ja, de optimist hier. Blijf maar filmen. Toch stond u voor 1-0, hè? Ik heb beter filmen dan... We hadden twee mensen die een 0-0 stand hadden. En dat was Nico de Jong. En René van de Stad. Ja. En als we dan gaan kijken wie komt er dan het dichtst bij de eindstand. De ene was 2-0, aan de andere 1-0. Dan hebben we René van de Stad met 1-0. Ja. Er is niemand met 0-0. Dus. Hey. Ja, het is niet goed. Dus. Jongens, ja. 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 Wel officieel. Het zit ziet. Kijk eens. Oké. Anders laat John nog een handtekening opzetten. Staat er nu wel een handtekening voor. Dankjewel. En dan is ook het moment aangebroken, John, want al die mensen willen jou op de foto nemen. Dus ik zou zeggen, opstellen in rijen van 3. En ik denk dat die meneer het eerst wil. Oh. Ja, ophouden met die camera, hè? Ja, nee, ja, ik zit op 20 minuten nu, ik moet stoppen.